Welkom in de persruimte voor een ingelaste persconferentie. Voor onze club na toch een aantal moeilijke weken een heugelijk moment. We hebben de afgelopen weken druk gesproken over een gewenste profiel van de trainer die ons weer terug moet brengen naar het hoogste niveau. Daarin hadden we duidelijk aangegeven als club dat we iemand zoeken met ervaring, uitstraling, juiste mate van verantwoordelijkheid en ambitie. En wij zijn van mening dat we diegene gevonden hebben in Ruud Brood. En daarom willen wij Ruud Brood als nieuwe hoofdtrainer presenteren vandaag. Wij zijn uitermate tevreden. We hebben veel gesproken de afgelopen weken. Ik denk dat het belangrijkste is dat de visie die de club heeft, waar we het later deze week ook op terugkomen, dat we daar een heel eenduidig beeld over hebben. Ook over de waarden die passen bij een club die weer wil terugkeren op het hoogste niveau. Ik denk dat Ruud zelf ook even wil reageren. En daarna zijn wij natuurlijk beschikbaar voor vragen. Ruud. Ja, dank u wel. Welkom in Nijmegen. Ja, twee keer dank u wel. Nou, ik ben ook natuurlijk heel trots met de keuze die ik heb kunnen maken. Om trainercoach te worden van NEC. En het is behoorlijk in een stroomversnelling geraakt. Dat wil niet zeggen dat er geen goede gesprekken zijn geweest. Refereren aan net is zeker hele goede gesprekken. Ik heb een duidelijk beeld gekregen van de club NEC zoals die is, zoals die gaat worden. Dus vanuit een bepaalde visie, maar ook natuurlijk met de missie die we hebben, promoveren, zo snel mogelijk terugkomen. De structuur die er is, met de mensen die er zijn. Dat gaf mij een heel goed gevoel. Dus niet alleen het verwachtingsbeeld, maar ook het gevoel bij die gesprekken deed mij enorm goed. Nou, het mogen duidelijk zijn, onderdeel daarvan uitmakende, ja, wil ik daarin natuurlijk mijn uiterste best doen om dat doel te bereiken. En natuurlijk met de mensen om mij heen, zoals ze hier zitten. Maar zeker ook zoals ik de club NEC ken en ook het enthousiasme wat daar weer bij hoort. En ook natuurlijk, die vragen zullen ook wel komen, met een evenwichtige selectie en de mensen vanuit de staf zoals die zijn. Maar mijn gevoel was goed, het gesprek was goed. Zoals ik al zei, ik heb bewust deze keuze gemaakt. Ik had ook andere keuzes kunnen maken in de club NEC ook. Maar we vonden elkaar al redelijk snel in de gesprekken die we hebben gevoerd. Dus vandaar dat ik hier trots zit. En, ja, met veel enthousiasme wil helpen. Dankjewel. Nou, we hebben aardig wat te ondertekenen, zie ik hier voor me. Maar misschien zijn er, voor we dat gaan doen en ook nog champagne wordt gedronken, vragen vanuit de aanwezige pers of andere genodigden. We gaan niet één op één. Als je daarna één op één reactie wil leggen, dan kan dat ook. Jij wil de... Ruud moet wel vijf... Jij bent zonder de vraag. Oh, nee. Ruud heeft wel om 8:30 vlucht. Ja. Waar gaat hij heen? Nee, hij heeft oh, waarom NEC? Je zegt ik ben trots, maar ja, van waar trots? Nou, omdat ik dit vanuit de historie al een hele mooie club vind. Maar waarom NEC? Ook wat ik net aangaf, eigenlijk ga ik het weer opnieuw vertellen. Hè. Dus dan is het goed dat iedereen dat maar weer hoort. Dat die gesprekken heel erg goed waren, omdat ik een duidelijk beeld heb gekregen vanuit... zeg maar het beleid, de visie die men wil hanteren en gaat hanteren. En met de mensen, de korte lijnen die er zijn, dus de structuur die er is en ook gaat komen. En natuurlijk ook met mensen waarvan ik vind die heel erg wel handig als je een vraag stelt. Ja, ik ben het niet. Ben ik. Ja, maar goed, misschien kan hij ben ik niet. Maar dat vond ik dus vanuit de club. En ook wat ik heb gezien met de supporters, vergis je daar niet in. Want ik vind dat ze heel erg fanatiek meeleven. Dit is natuurlijk wel een club wat niet alleen regionaal, maar natuurlijk ook al landelijk heel erg bekend is. En ook bepaalde kernwaarden heeft, om het maar zo te zeggen. Ja, dat past ook wel bij mij. Ik ben ook een type trainer die ook gewend is professioneel te werken, maar ook in een structuur. Maar zeker ambitieus. En zeker ook... zo snel mogelijk met een bepaalde uitdaging wil werken met de mensen om me heen. Maar ik ben ook een type trainercoach die erg in de club zit. Dus ook niet alleen de spelers of stafmensen
als supporters, sponsors, maar zeker ook personeel en ga zo maar door. Dan kom je dus tot elkaar. Nou, als dat gevoel heel erg al goed is en je hoort dat aan, dan is die keuze vrij snel gemaakt en dat is ook wel gebleken. Heb jij dan nu een opdracht meegegeven van promotie moet of is het een wens? Dus er zit een verschil tussen natuurlijk. Ja. Nou, promoveren is bij mij hetzelfde. Ja, maar goed, is het een wens of is het een moetje? Want dan word je natuurlijk wel een keer op afgegeven. Nou, we hebben aangegeven, we gaan een contract aan voor 1 jaar. En daarna evalueren het. Als we promoveren gaat dat uiteindelijk direct door in het tweede jaar. Maar het resultaat staat wel voorop. Maar daar hebben we het met Ruud ook over gehad. Ruud is zelf ook ambitieus. En we weten ook, dat heb ik ook meerdere keren zelf ook aangegeven. We zullen alles doen om de faciliteiten zo aan te wenden dat Ruud maximaal geholpen wordt in die doelstelling. Maar we willen wel binnen een jaar terug naar de Eredivisie. Volgens mij hebben we dat ook al meerdere keren aangegeven. Dus. Ja, maar ik hoor het graag van jullie. Zo in het gesprek is dat een paar keer de revue gepasseerd tussen Ruud en ons. De staf, kun je daar iets over zeggen? Nou, heb jij daar inspraak in of gaat dat een samenspraak met NEC? Heb jij voorkeuren? Ik denk dat dat de loop der tijd wel zal uitwijzen. Eerlijk gezegd. Ik denk dat de club, zoals ik net al aangaf, bezig is om een beleid, en die heeft men al gemaakt, om dat ook te bewaken en uit te voeren. En om nou in te gaan op hoe de staf eruit zal zien. Ik kan alleen maar zeggen dat men de passie moet hebben om wat net is verteld. En dat is promoveren. Maar het behoeft natuurlijk geen toelichting. Dat heb ik ook al eerder aangegeven. Daar hebben we met Ruud natuurlijk ook over gesproken. En dat weet jij ook, Lex. Is dat we natuurlijk aan de andere kant ook in operatie zitten waar we kosten moeten beheersen. Dus de staf waarmee we nu werken, die is voor de Jupiler League in ieder geval niet in vragen. En dat weten, dat vertel ik, dat is geen geheim, want dat heb ik de staf ook zelf al meegedeeld. Welke faciliteiten gaan er dan geboden worden om te zorgen dat we promoveren? Nou, ik denk dat we niet moeten onderschatten dat hetgene wat er nu staat op het medische gebied en op videoanalyse en op het gebied van voeding rond het eerste team, dat dat van een uitstekend tot topniveau is. En qua spelers? Nou, qua spelers zijn wij nu bezig en daarom is de hoofdtrainer heeft daar een elementaire rol in. Aan het kijken van ja, hoe zorgen we ervoor. Het is hartstikke leuk dat je wilt promoveren, maar er hoort ook een team en een selectiesamenstelling bij die ambitie ondersteunt. Zijn er toezeggingen gedaan over wat er wel en wat er niet kan? We hebben wel gesproken over wat er wel en niet kan. En wij zitten aan de andere kant ook gewoon in een strak financieel huishoudboekje. Maar daarin moet je ook balanceren in je ambitie. Kijk, ik heb al eerder aangegeven de inkomsten die wij genereren aankomend jaar en het voetbalbudget wat daar voor beschikbaar is. Dat is een van de hoogste, niet, zo niet de hoogste van de Jupiler League. Alleen ik heb ook al eerder aangegeven, het gaat wel over hoe je die middelen inzet. En daar hebben we afgelopen jaar natuurlijk wel een wijze les in gehad. Kun je iets zeggen over het voetbalbudget, hoeveel dat gaat worden? Of een raming daarvan geven? Nee, nu niet. Nee. Dat heeft natuurlijk ook, daar kan ik wel over toelichten. Dat heeft er ook mee te maken dat je in een fase zit waarin je nog 2 maanden, nou zelfs nog juni, juli, augustus, 3 maanden transferperiode hebt. En het ook zo is dat ook beschikbare middelen eventueel vrijkomen uit transfers. Dus ik kan nu wel een budget roepen. Maar dat kan misschien aan de andere kant weer 750.000 hoger zijn of 500.000 lager. En ik ken jou een beetje, Lex, dan kom je daar over 2 maanden op terug. Dus daar ga ik niet beginnen. Ik luister aandachtig. Blijft in ontwikkeling, Lex. Ja, mooi. Ruud, je krijgt als voeders gaat de selectie gerenoveerd worden. Maar de voorbereiding ging nog heel snel. Dus wat heb ik daar echt heel veel werk aan de winkel. Maar je zit ook meteen in een voorbereiding. Ben je niet bang dat het gaat bossen, dat je straks met weinig spelers samen of juist met spelers die allemaal weggaan? Nee, bang moet je nooit zijn. Ik weet wat het is en ik weet wat er gevraagd wordt om promotie te bewerkstelligen. Ik weet wat het is om creatief te zijn, om flexibel te zijn. En misschien nog met een selectie te starten
waarvan wij vinden, nou oké, okay, die is nog niet compleet, maar ik weet ook dat geduld een hele belangrijke rol gaat spelen om die selectie evenwichtig te krijgen. En zoals net de directeur al aangaf, spelen nog een aantal zaken natuurlijk van wat er wel en niet nog binnen die selectie gaat gebeuren. Dus ik ben er niet bang voor. Ik heb mijn programma en ik, ja nogmaals, dat voeren we gewoon uit. Andere vragen? Bijvoorbeeld, Danny van de Hoek, Gelderland, ook weer van lid. Bent u eigenlijk ooit eerder ingestapt bij een club waar eigenlijk zoveel onzeker is? Nou, ik kan me voorstellen dat voor de media heel veel vragen open liggen. En daar wil je heel graag het antwoorden nu ook op van mij. Maar eerlijk gezegd is het voor mij wel heel erg duidelijk en ga ik daar ook niet op reageren. Want als alles erg onzeker zou zijn, zou ik nog een keuze hebben gemaakt. Okay. En daar wou ik het ook bij laten. Zijn die flessen in de wijnkelder? Dat is altijd allemaal.